Goedemorgen, dinsdagochtend, 3 augustus, 10 uur. We gaan op weg naar onze volgende bestemming. Het is niet zo heel ver weg, het is 27 kilometer. We gaan naar Kruiningen, naar camperplaats De Plantage. Ik laat jullie dadelijk weer wat meer zien. Tot straks. Nou, na een rit van 27 kilometer zijn we aangekomen. Camperplaats De Plantage. Dakje houdt op. Zo, we zijn gezetteld op De Plantage. Het is nog stralend weer, dus we laten daar even de boel. En op de fiets naar Ierseke. Nee, doe maar niet. Veel te druk hier. Nou, we gaan eerst even bij de havens kijken van Ierseke. Ja. Kijk, het zijn oesterbanken. Hier worden de oesters gekweekt. En mosselen. Ah, oké, en mosselen. Geen idee. Ik zie oesters, dus. Hier overal eigenlijk. Ja, het is alles oesters hier ook. Mosselen, kreeft. Ook hier is het gewoon heel erg stil. Nou, we zijn in Krabbedijken. We gaan eens even kijken waar ze woont. Marijke uit Krabbedijken. Nou, we hebben het nog niet gezien hoor. Marijke. Marijke. Ga echt door op de Dorpstraat. Nou, we zijn in Krabbedijken. We hebben bij Bakkerij het Zand. We hebben even een broodje gegeten. Nou, ben je dan blij? Ja? Ben je dan blij? Oh, maar deze zijn veel donkerder, toch? Hè? Deze zijn toch veel donkerder? Ja, maar dat gaat minder op. Ja, ik heb je hebt een zonnebril op. Ja.
Heb ik ook een keer mijn keuken gehad. Ja? Dacht ik ook dat ik een andere keuken gekocht. Deze is volgens mij goed. Ja, misschien. Nou, we zijn in Kruiningen nu. Bouwraadhuis. Nou, ja, doen we ook. We gaan die kant op. Ja, hier kan lekker kipje gaan halen. Dik. We zijn nog even teruggereden. Aan die kant was niks, dus nou, even kijken. Dit was de markt. Geweldig. En dit was ook het bruisend winkelhart van Kruiningen. Nou, dit was Kruiningen. We gaan weer terug naar de camperplaats. Stoeltjes pakken. En dan hopelijk nog dat we lekker even in het zonnetje kunnen zitten. Over 300 meter, je bestemming bevindt zich aan de linkerkant. Nou, we zijn er weer bijna. Ik ga nog even naar de receptie, even vragen of ze wasmachines hebben. Dan kunnen we nog even een was doen. Zal ik eerst even kijken of ze het hebben. Nou. Heerlijk buiten eten. In een bakje water. We gaan bami eten. Deze vrouw maakt het. Nou, vooruit. Normaal mag ze er niet aankomen, hè? Dat is mijn skuttelbraai. Nou, dan ga ik de theesaus al warm maken. Goedemorgen. Dinsdagochtend. 4 augustus. Of is het woensdagochtend? We gaan weer een stukje fietsen. Ik heb een route uitgestippeld. Het is 42,5 kilometer, dus het zal wel 45 kilometer worden ongeveer. Dat is meestal, hè. En, komt er nog wat bij. En ik hoop dat jullie ook weer meegenieten. Zie jullie later.
denk dat je die dijk op moest. Ja, daar stond een bordje. Niet gezien. Klopt je route nog? Weer het sluizencomplex. Nou, we gaan weer een stukje terug, of tenminste een stukje verder, want de andere kant kan je er wel al over. Hopen dat we daar niet hoeven te wachten natuurlijk. De juffrouw van Fietsknoop, die is nu even van de leg. Kom. Moeten we nou hier ook weer wachten, want dan gaan we weer terug. Klopt je route morgen nog? Hi. Kan je nou niet die kant op dan? Hé. Hey. Ja? Nou kan je toch die kant op? Daar stonden net toch ook allemaal mensen? Het was even zoeken, maar ja, hè? Nou, het kan niet anders, hè? Het is zo'n complex. Nee, het is wel heel mooi gemaakt zo. Dank je. Nee. Dat is van de cruisemaatschappij. Hey, deze gaat rechtdoor, zie je? Is het hier mooi? Maar ja, zo heeft iedere provincie wel wat. Wat een stilte. Prachtig natuurgebied hier. No, no.
Daar zijn we weer aan de waterkant. Ik heb het nog niet gehoord, maar ik denk dat we zo daarheen moeten, maar ik denk dat je er daar ook wel af kan. Is leuk hier. De stoomtram. Nou, ik ga even filmen zo. Nee hoor, ik ga even filmen. Een stoomtrein. Alsof we die zelf niet hebben. Dat zeg ik net, alsof we die zelf niet hebben in Oren. Maar ergens anders is het altijd leuker, hè? Dat ziet er ook leuk uit zo. Mooi hoor. Hoedenskerke. Nou, dan zijn we daar ook nog eens geweest, in Hoedenskerke. Wie had dat ooit verwacht? Je nadert knooppunt 78. Het volgende knooppunt is 77. Nou zijn we in Schravenpolder. Hier moeten we zo maar kijken of er een restaurantje is of iets dergelijks. Kunnen we wat eten. Je nadert knooppunt 78. Het volgende knooppunt is 77. En Ellie de fiets opladen. Nou, we zitten in Schravenpolder. Bij oma's bakkerij. Dat is een dagbesteding voor mensen met een psychiatrische problematiek. Oma betekent overdag meer activiteiten. En ze hebben er ook nog een winkeltje bij. Is heel leuk opgezet. En hier zitten we lekker te wachten op een wat te drinken en wat te eten. Kunnen El de fiets nog even opladen. Dus, nou, wat willen we nog meer? Het is prachtig weer. Het zonnetje brandt op de armen. Heerlijk hoor. Zo, we zijn weer op pad. We moeten nog ongeveer 19 kilometer. De accu is weer bijna vol, dus dat moet gaan. Ja. Nou, we zijn nu vlakbij Capelle. Nou, en wat komen we zomaar tegen hier in Capelle? Jip en Janneke. En het leuke is... Annie M.G. Smit is hier geboren.
Zij heeft in het centrum gewoond, naast de kerk. Vader was predikant. Was ik net. Ja, leuk. Zo, het eind is in zicht. Als we er zijn, hebben we 48 kilometer gefietst. Ongeveer ietsje minder. Dit is camperplaats De Plantage in Kruiningen. Ik laat hem even in vogelvlucht zien. Er zijn verschillende velden. Dit loopt zo in het rond. En dan heb je hier het lozen van het water, schoon water, toilet legen en vuil. En hier heb je ook nog een veld. Dan gaan we nu naar onze eigen plek. Nou, hier staan wij zelf. Mooi plekje. Als we hier doorlopen. Lopen we het pad uit, of tenminste uit, dan hebben we daar het sanitair gebouw, ziet er keurig netjes uit, wasmachine en droger, kostte 2,50 voor de wasmachine, 2,50 voor de droger als je dat wil. Hallo. Toiletten, alles zit erin. Suske de Wiske op wacht. Als je doorloopt, kom je bij de landwinkel. Hier woont de eigenaar zelf. En dit zijn allemaal perenbomen. Even een kleine impressie van de camperplaats. Ik was er een beetje laat mee, ik had het wat eerder moeten doen, maar vooruit. Tot later.